Dag beste kijkers, we zijn bij de Voegelhelling. Wat dat is, dat hoort u zo meteen. We hebben vandaag het interview van Henk Marinus, de voorzitter van de Voegelhelling. Dat zal gedaan worden door onze fractievoorzitter en lijsttrekker Gerrit Wening van de ChristenUnie Opsteland. En ik hoop dat het een heel mooi item wordt zometeen. Dus ik zou zeggen geniet. Gewoon hoe de Voegelhelling. En kerst, ik wil vertellen hoe de Voegelhelling, hoe die ontstaan is en wat je meer dan zal doen. Ja, nou, de Voegelhelling is, die bestaat al meer dan 40 jaar. En dat is begonnen met mensen die wat met de natuur hier en in wat kanine hokken worden de vogels opvangen. Ja. Nou, en inmiddels, na die 40 jaar, hebben we hier een redelijk uitgebreid complex. Ja. En we hadden ouderen hier een liedje 8000 bisten van. Vogels en ik zoogbisten trouwens. En maar hoeveel mensen werken hier bij de Voegelhelling? We hadden ongeveer 50 vrijwilligers. 50? Ja. En die ben je dagelijks? Of, die komen één keer in de maand, die komen een paar keer in de week, één keer in de 14 dagen. Dat ging het er een beetje van af wanneer ze tijd had. En ben je er 65-plussers? Wat voor mensen minder? Er rennen 65-plussers intussen, maar dat is niet eens de hoofdzaak. De hoofdzaak besteedt uit mensen die net de jocht nog te goed de jocht te kennen in het arbeidsproces. Zeg maar. Mijn beperking? Mijn beperkingen. Okay. Mensen die een burn-out hadden, die je weer opknappen. We hebben stagiaires van verschillende opleidingen, onder andere het Noordwijk College. Ja. En mensen die het hele stuurt worden terughoudt, PGB'ers. Enfin, de rintje van alles is maar. Nou, we zijn in contact gegaan. Toen had ik die een opzocht van, nou ben ik nog probleem bij de Voegelhelling, want het is bekend dat het net zo heel goed financieel draait en dekwerk in. Ja. Toen heb ik een mooie initiële bij de gemeente die met fysiek om een gift te gaan van 5000 euro aan de Voegelhelling. En vervolgens heb ik een oproep gedaan in die mooie dat uw gemeente Opsteland, andere gemeenten in Grijns en Friesland aanschreeuwt. En ik de gemeentebestuur en de provinciebestuur om de Voegelhelling te stipien. Wat vind je van zo'n initiatief? Ja, ik kan alleen maar positief wijzen natuurlijk, maar dat zie ik net oors verwacht. Nee, dat zie ik net oors verwacht. Nee, geld is altijd welkom. Wij gaan elk jaar hebben tekort. Wij hebben wel een prota donateurs en we krijgen ook wel giften, maar waar we met name verlet van haar. Dat bij mensen die 50 vrijwilligers aansturen kennen. Ja. En dat moet ik naar mensen wijzen die kwalificeerd zijn op basis van de vergunning die we hebben van de provincie. En dat betekent dus dat die moet ik eigenlijk betalen, want die jaren hier gewoon te wijzen. En voor die, daar heb ik geen geld voor. Dus ik mij dat laatste, vooral om die oren Frieske gemeentes aan te schuwen, ben ik ontzettend blij. En we gaan nog maar één gemeente die dus echt stiept. Dat is Zuidwest-Friesland. Ja. En die stellen elke keer nou een bedrag beschikbaar. Maar eigenlijk zoenen we dat van alle gemeentes zo willen. En dat hoeft net zo'n grote berg te wijzen. Want als je al een Lisbisje, dat maakt het dan een prototot. Is er nooit terug? We hadden Grijnzer gemeenten en provinciebestuur ik ons krijgen. Is dat ik terug dat we er door krijgen, daar ik best bij? Ja, wij krijgen uit Friesland, uit Drenthe, uit Grijns en de kop van Overijssel komen vogels bij. En nou, dat mag ik even aan toevoegen, wij hebben mij de dierenbescherming uit Grijns, hebben wij die zorgen voor alle besten uit de stad Grijns. En alle uitheemse beesten, dus dat, of inheemse beesten, dus de vogels en de zoogbesten, dat hadden ze uitbesteed aan u's. En wij krijgen dus via dierenbescherming van Stad Grijns, ik geld. Okay. Is dat dekkend? Kun je het daarmee dwaan? Het hing er een beetje van nou, hoe is het uitrekkers vanzelf. Ja. Maar als u spendingmeester aan het rekken in geeft, dan komen we per best komen we er aan te kwart. Ja. Maar daar zit vanzelf alles in. Ja. Ja.
En het was een zandje. Hoe ging je dat afsluiten? Had je het gevoel dat het wel wat positief afsluiten wordt? Of bleef je mijn God zitten? Ik denk dat we mijn God zitten bleef. Maar ik had net de indruk dat het een groot God is. Het zal in de buurt van de 10.000 euro wijzen. Okay. Of zo. Maar er zijn reserves, dus die broeken we daar gewoon voor. Nou, een oproep in elk geval aan die gemeentebestuur in Friesland en in Grijns om vooral de vogelhelling te stiepen en dan juist structureel. Dus net mijn eenmalige gift, ik dat er welkom voor zelfs, maar vooral structureel yield. Daar ga je verlet van, zodat je mee krachten van betalen kan. Ja, precies. Tot zover het interview met Henk Marinus van de Vogelhelling, de voorzitter. De ChristenUnie is niet alleen voor dieren, is niet alleen voor vogels, maar is ook voor mensen en voor de hele schepping. En wij zijn blij dat we ook hier mogen zijn om onze opnames te maken en ook te laten zien dat we heel betrokken zijn bij onze samenleving, ver weg, maar ook heel dichtbij. Dank u wel voor het kijken. Tot ziens.